Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto een open wolkenstructuur te zien. En dat betekent dat vanochtend de zon toch geregeld tussen de wolken doorschijnt. Maar er komen ook een paar buien voor. En die komen vooral in het noordoosten van het land voor. En daarbij is kans op hagel. Verder waait er een matige noordwestenwind rond kracht 4. En vanmiddag verdwijnen in het noordoosten de meeste buien en blijft het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur loopt op naar 4 graden in Limburg tot 7 in het noordwesten van het land. Vanavond dan is het vrij helder en daalt de temperatuur tot rond het vriespunt in het zuidoosten. Langs de kust wordt het 4 graden en de wind zwakt af en draait naar het zuidwesten. En morgen zijn er wolkenvelden en met name in het noorden en westen zijn de wolken wat dikker en kan de zon daar moeite mee hebben, maar in het oosten en zuidoosten schijnt de zon toch geregeld. Het wordt 3 tot 5 graden. Dinsdag is ook nog een droge dag met wolkenvelden en de temperatuur van 3 of 4 graden en niet al te veel wind. Vanaf woensdag dan neemt de wind toe, zijn er meer wolken en wordt de kans op een neerslag ook groter. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.nl.